Een motoragent van de verkeerspolitie rijdt op de A1 richting Amersfoort. In zijn linkerspiegel ziet hij achter zich een sportwagen die heel snel dichterbij komt. Het gaat om een Ferrari met Duits kenteken. Je mag hier 100, maar dat vindt de bestuurder van de Ferrari veel te langzaam. Zodra de BMW aan de kant is, gaat de bestuurder vol op het gas. De motoragent moet alle zeilen bijzetten om de auto bij te houden en is een snelheidsmeting gestart. Omdat het voor de motoragent wel eens moeilijk kan worden om de Ferrari aan de kant te zetten, roept hij de hulp van zijn collega's in. Jongens, ik rij achter de Ferrari aan over 200 richting Hoevenlaken. Zijn jullie daar ook? Er zijn inderdaad collega's in de buurt. Maar om te kunnen helpen, moeten die wel weten waar de Ferrari precies rijdt. 191 gemeente, rode Ferrari. Richting Hoevenlaken op de A1. Hij gaat steeds verder, hè? Ik sta precies op de splitsing A28 Hoevenlaken richting Apeldoorn. Ja, dat is gevangen. Hij is voor mij al uitzicht zo hard als hij gaat. Hij rijdt nog steeds Amersfoort door voor mij richting Hoevenlaken. Ja, dat kan het zijn. Als hij rechtdoor gaat, dan kan ik makkelijker mee. Gaat hij de 28 op, dan moet ik even een stukje achteruit om in te steken. Jongens, even rijden stilte. Ik ben Amersfoort door voorbij. We naderen nu knooppunt Hoevenlaken over 1500 meter. De snelheid is er volledig uit. Ik rijd er nu achter. Hopende dat jullie aan kunnen haken. Ik kan gewoon met je mee, dus blijf positie doorgeven. Ik hoor graag hoofdrijbaan of parallel. Hij staat nog steeds rijstrook 1 richting Apeldoorn, maar ik kan er nog af. Maar de Ferrari gaat rechtdoor. Zodra de Ferrari de heuvel over is, kan de collega hem zien. Ja, ik zie hem. Richting Apeldoorn, richting de A30. Ja, zicht hoor. Ik zit parallel. Hij gaat de A28 op om voor de Ferrari uit te komen. En dat lukt, want hier zien we voor de Ferrari de collega rijden. Een andere collega komt ook assisteren. En via zijn camera zien we alle anderen. De motoragent, de Ferrari en de collega die ervoor is gaan rijden. Met elkaar sluiten ze nu de Ferrari in, zodat hij geen kant meer op kan. Ze willen hem naar het tankstation leiden. En dat lukt. Gevraagd wordt aan de bestuurder waarom hij zo hard reed. De man verklaart dat je in Duitsland zo hard mag rijden als je wil. Dat zal best. Dit is Nederland en geen Duitsland. Zijn rijbewijs wordt ingenomen en hij kan een vette boete verwachten.